Schiphol wil Europe's preferred airport zijn en blijven. Daarom is de luchthaven continu in ontwikkeling. Op het gebied van bagage komt dit tot uiting in het toepassen van de meest geavanceerde innovaties. Voor met name transferbagage. Allereerst hebben wij robots geïntroduceerd in onze nieuwe bagagehal. Deze robots die laden bagage in karren en containers, volautomatisch, zonder tussenkomst van mensenhanden. Daarnaast hebben wij voor het lossen van transfererende bagage een soort met keep-installaties die ook weer zonder tussenkomst van mensenhanden bagage lost op transferloskades. En als derde hebben wij een, wat wij noemen een automatisch laadeenhedentransport. Dat is een soort rollerband waarin containers en karren automatisch verplaatst kunnen worden. Deze bagagesystemen zijn de modernste ter wereld. Hierdoor is Schiphol in staat om per jaar maar liefst 50 miljoen stuks bagage te verwerken. Nou, de voordelen is dat wij met hetzelfde aantal mensen veel meer bagage kunnen afhandelen hier op Schiphol. Daarnaast vervangt het fysiek zware werk door mechanisatie. En als laatste kunnen we ook met de beperkte ruimte die we hier hebben op Schiphol ook weer meer koffers afhandelen in de bestaande bagageruimtes. Schiphol heeft als doel om in de toekomst 70 miljoen stuks bagage af te kunnen handelen. Innovaties zullen hier een cruciale rol in blijven spelen. Het bagageproces van de toekomst ziet eruit met het gebruik van robots en keep-installaties. Die zullen we meer terugzien hier op Schiphol, waardoor we nog meer koffers kunnen afhandelen met hetzelfde aantal mensen. En daarnaast ook de controlsystemen, de besturingssystemen, zodat wij als luchthaven echt in controle zijn over alle koffers die hier op de luchthaven getransfereerd worden.